Ik ben met Sarah even lekker naar buiten gegaan. Zal ik ook gaan? Oh ja, jij. Ik ben gelijk gedumpt. Oh ja, deze. En zo ga ik door tot alles weer normaal is. Echt zo grappig, maar ik kan het niet vertellen. Maar we zaten net te kletsen en ik heb zo'n briljant idee. Goedemorgen, het is zaterdag en ik lig nog lekker in bed. Sarah is beneden, Marco was net ook beneden, twee scheten. Marco is net 5 minuutjes geleden de deur uitgegaan. Dus het wordt tijd om eruit te gaan, maar het is weer lekker warm. En dit zijn de enige 2 dagen in de week dat ik daar even van kan genieten. Maar als ik natuurlijk wakker word, dan moet ik eigenlijk bijna gelijk uit. De outfit van vandaag... Trui Selected Femme. Deze heb ik in 2 kleuren, want hij zit zo lekker. Broek Levi's. Schoenen Nike. Met hak uiteraard, want die loopt echt in dat witte gedeelte helemaal. Ik vind ze nog wel een beetje onwennig zitten, want ik heb deze nieuw. En oorbelletjes. Ja, eigenlijk deze zijn vintage. Oh, ik heb mijn 2e oorbelletjes helemaal niet ingedaan. Sarah kwam er net. Oh, mijn spiegel weer stoffen. Het gaat echt heel snel. En ik heb gelijk de kast net weer helemaal netjes gemaakt. Dus dat is weer helemaal fijn. Moet hem van de week nog even echt wel een keer heel goed schoonmaken. Ik had hem van de week wel al uitgezogen. Maar hij mag nog wel even overal een doekje overheen. Mijn schoentjes staan weer allemaal netjes. En het is wel grappig. Ik moet nog steeds een shoes test opnemen. Maar ik krijg gewoon een sneaker. Wel een sneaker wedge collectie. Maar ik krijg ook gewoon een sneaker collectie. Bij mijn pumps en laarzen. Allemaal hakken. Behalve deze. Dat is de enige die ik plat heb. En nu heb ik wel van die hele kleine oorbelletjes erbij. Ik wil meer van dit soort kleintjes, maar die zijn heel moeilijk te vinden. Vaak zijn ze allemaal toch net weer wat groter. Sarah gaat lekker de salade lunchen die we gisteren over hadden. Want die houdt niet zo heel erg van brood. Het moet. Maar dit vindt ze wel lekker. En is nog een gezonde lunch ook, hè? Ja. Ik ben met Sarah even lekker naar buiten gegaan. We gaan even een rondje park doen. Ik wilde samen gaan wandelen, maar Sarah wilde heel graag op de fiets. Wat zeg je? Oh, dat is niet goed. Je moet niet vallen. Je mag tot die splitsing, weet je wel? Waar we soms naar rechts gaan, het dorp daar weer in. Tot daar mag je. Daar lopen ook ongeveer die mensen. Maar wel op dit pad blijven, oké? Okay? Dus zij wil lekker fietsen. Nou hebben we hier wel hele leuke paadjes. Kijk, daar gaat ze. En dan spreken we altijd een punt af tot waar ze mag. Je mag wel vanaf dat punt weer terugkomen fietsen naar mij, hè? Oké. Ik vind je altijd wel een heel mooi park. Heerlijk. Kijk hoe leuk. Al die bloemetjes weer in bloei. Ik word er helemaal vrolijk van. En daar komt Sarah weer aan. Hallo, mop. Ben je een racemonster? Hi. Nou, laat zien. Ik ga kijken. Oeh, dat is moeilijk hè, omdat het rond is. Zal ik ook gaan? Oh, ja, jij ook. Ja, voorzichtig hè, dat je niet valt alsjeblieft. Nou, ik ook dan maar. Past dat wel? Ik heb veel grotere voeten. Oh. Oh. Wat zeg je? Ja, deze is makkelijker inderdaad. Zo, wat heb je net goed gedaan, dame? Hé, blokkade.
Ben je er helemaal langs geklommen? Dat is goed. Oh, ik heb die camera in mijn hand. Nou, dan doen we maar een draai. Ik heb maar één hand. Zo. Hallo, Gup. Oh, wacht. Ik wil een foto van je maken. Het ziet er wel heel leuk uit. Doe je capuchon eens heel even af. Zo, lachen naar me. Even kan nee, blijf zitten. Kijken, lachen. Nou, grotere lach. Zie je, ja, dat is leuker. Wacht, dan doe ik het ook even aan de andere kant. Blijf zitten. Ik ga springen. 1, 2. Oep, aardig hoge boom. Zo, dus naar mij lachen. Sarah. Ja, je kan zo blijven, draai je hoofd maar. Oh, heb je een leukere? Nou, helemaal leuk. Ik heb het gemaakt. Kom, gaan we weer verder. Ik vind het altijd heel erg leuk om reigers te spotten. Deze is trouwens echt heel mooi. Zie je hem zitten? Nee. Nu wel. Ja. Mooi is die, hè? Ja, het is echt een mooie. En we hebben er nog één gevonden. Die ander vloog net weg. En het lijkt net, ja, op de camera weet ik niet of hij het oppakt. Dat ze een nest aan het bouwen zijn. Maar ik weet niet of ze dat laag doen. Maar er ligt echt heel veel aan takken. Maar in het echt kijk je meer door het riet. En de camera pakt meer het riet op. Wat heb je gevonden? Een hele mooie schelp. Oh. En een hele. Wauw, en dat in het park? Ja. Wauw. Ja. Oh, dankjewel, schat. Ik neem hem wel mee. Nou, ik neem hem mee. Maar alleen lekker vies van binnen. Ja, dit waren die schelpen die we vorige keer op het strand niet konden vinden, hè? Met die ribbels. Ja, en daar heb ik nog wat. Ja, maar je hoeft niet alle schelpjes mee te nemen. Want we hebben thuis denk ik al 20.000 schelpjes. Oh, alleen even laten zien. Oké. Okay. Maar laat maar zien, schat. Kom maar, dat is genoeg. Ja, die hè, die zagen we vorige keer niet op het strand. Oh, nou. Alleen maar van die helemaal vallen. Ik ben weer thuis en ik ben gelijk gedumpt, want mijn kind vond het leuker om gelijk naar de vriendinnetje door te gaan. Maar goed, daar kan ik even buiten spelen, het is heerlijk weer. Vond het ook echt lekker, alleen net iets minder zon dan gisteren. En gisteren hadden we druk en vandaag hebben we de tijd en gisteren baalde ik zo dat die zon weg was. Maar goed, ik mag niet klagen, het is gewoon hartstikke lekker. Goed, nu even lekker een theetje. Ik heb ook hele leuke foto's gemaakt, denk ik, maar ik kan ze niet zien op mijn scherm, dus ik ga even kijken. En nu, aangezien Sarah toch alweer aan het buitenspelen is, ga ik beginnen met project koelkast weer op orde krijgen. Want iedereen knalt hier altijd alles zomaar in. En het is echt drama. Ik kan er niets in vinden. Dus ik ga hem leeghalen, stukje voor stukje, en dan opnieuw indelen. En ik heb al wat dingen in voorraad, net als dit. Dit hoef je niet in de koelkast te bewaren, maar dan staat het wel altijd. Dus ik ga kijken of ik daar ook allemaal een plekje voor kan vinden. Oh ja, en deze heb ik ook voorraad. Die hebben we gekocht. Die kende ik niet, maar deze is echt lekker. Van Bavaria. En dit is de Fruity Rosé. Dit is echt een aanrader. En is 0.0. Het is hier echt even een zooi. Daar ligt mijn vazen in. Dus alles staat ernaast. Dus ik denk, dan moet ik gelijk de tafel goed schoonmaken.
doe ik eigenlijk altijd als ik hem leeghaal. Dan heb ik zin, nou, dat is een mooi moment om alles op te boenen. Mijn aanrecht staat nog vol omdat ik delen van de koelkast in de vaatwasser heb staan. En daarna ga ik verder. Marco heeft net de paastakken meegenomen bij mijn ouders. Die moeten nog in de vaas en ik moet nu al gaan koken. Dus ja, het loopt allemaal een beetje door elkaar. Maar dat gaan we tijdens het koken ondertussen gewoon even rechtzetten. Ook mijn doekje nog. Dus de pan aan. En dan ga ik alles één voor één even tussendoor doen. Dit staat op. Ga ik eerst even tafel doen, dat rechtzetten. Mijn vlees moet pas later op, dus dat daarna. En zo ga ik door tot alles weer normaal is. Ik ben met Denise. En Denise zit ook net weg. Echt zo grappig, maar ik kan het niet vertellen. Maar we zaten net te kletsen en ik heb zo'n briljant idee. En ik moet het echt ook nog een keer vertellen. En nou kan ik het niet. Het moet wachten. Ik heb geen idee. Maar ik kan het je niet vertellen. Want als ik het je nu vertel, is het hele grappige en leuke er vanaf. En ik weet op welk moment ik het wel kan vertellen. En dat kan over een week zijn of over een jaar. Maar dan is het echt geniaal. Echt geniaal. En jij gaat stuk. Jij gaat niet eentje stuk. Ja, want ik zit er al. Maar als ik het nu vertel, is het gewoon niet leuk meer. Oh, echt. Dat vind ik echt erg. Ik heb zo'n leuk idee. Je ziet er ook echt uit alsof je het heel erg vindt. Ja, ik vind het echt heel erg dat ik het niet kan vertellen, maar ik vind het zo leuk. Ja, ik had net echt het meest briljante idee ooit. Echt. Nee. En waar we mensen aan het Insta stalken. Of in ieder geval online stalken. Dat is onze hobby. Stalken? Kijk het toch alleen maar? Ja, dat noem je. Is dat stalken? Online stalken. Gewoon kijken. Ja, niet echt stalken. Maar nieuwsgierig kijken. Ja. Okay. Is leuk. Gewoon allemaal mensen opzoeken en bekijken. Ik heb het uiteraard weer een beetje laat gemaakt. Maar ik ben wel nuttig bezig geweest. Nadat Denise wegging, kwam Marco thuis. Maar die is niet heel lang opgebleven. En ik kon tussen de vaatwasser uitgeruimd. Alles wat er niet in kon, wat op de aanrecht stond, ingeruimd. Nogmaals dingetjes van de keuken opgeruimd. De platen en bakjes en zo die in de vaatwasser stonden van de koelkast. Die heb ik weer in de koelkast gezet. Dat stukje heb ik al gedaan. Nieuwe plaat leeggemaakt, in de vaatwasser gezet. Noem het maar op. Dus echt een hoop. Oh ja, ik heb een pakketje. Die kwam heel laat nadat Sarah op bed is. Maar die is voor Sarah. Die zet ik even weg. Die doe ik morgen even met unboxen. Dat wilden ze heel graag en dat is voor school. Dus dat doen we morgen en dan kan het gelijk in de schooltas. Ook moet ik morgen alleen niet vergeten de gymtas in te pakken. Want ik wil altijd dat het voor maandagochtend allemaal klaar staat. Liever morgen overdag. Ik ga het zo even gelijk op mijn to-do-lijst zetten. Gymtas. Ik hou zo van die lijstjes. Kijk, zo heb ik echt alles na het zien niet op mijn app. Allemaal losse dingetjes, want dan kan ik het verwijderen als ik het gedaan heb. En dat geeft ook rust, want anders zit het in je hoofd. Gym, toch niet vergeten, niet vergeten. En leg ik soms in bed, oh ja, dat moet ik niet vergeten, dat moet ik niet vergeten, dat. En als het op een lijst staat, dan zet je het erop. En dan denk je, oké, dat weet ik morgen nog. En dan kan je het loslaten. Echt een gouden tip als je dingen niet wil vergeten. Maak gewoon lijstjes. En dan staat het erop en dan kan je het loslaten. En dan kan je gewoon lekker slapen. En dan hoef je er niet druk over te maken. Maar ik ga dat dus wel nu doen. Slapen. Dat is echt nodig. Mark staat morgen met Sarah op. Dus dat scheelt. Dat doen we vaker. Hij is vaak eerder moe. Dan gaat hij al naar bed. Staat hij met haar op. Ik ben en blijf een avondmens. Dus dan doe ik nog even lekker hier mijn dingetjes. En dan slaap ik morgen iets langer. En dat werkt beter. Dus ik ga 's nachts slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!